vandaag zaterdag en ik ben onderweg naar Tompkins Square Park. Er is namelijk een soort van hondenparade, iets voor Halloween. Dus daar gaan we even kijken met Sam en Quincy en Daan. En vanavond gezellig met Quincy uit en sleepover. Dat is een leuke dag. We zijn even lekker koffie halen en al helemaal omringd. Ik moet zo meteen eens even naar de parade kijken. We zijn dus in Tompkins Square Park en er is dus een soort van wedstrijd, Halloween wedstrijd met allemaal honden. Er zijn hier zoveel honden en allemaal gekleed. Het is echt zo schattig. En dan gaan ze allemaal daar het podium op. En dan ja, zijn er een paar honden die het best gekleed zijn. Ik heb mijn persoonlijke tassendrager bij me. Heel fijn. Natuurlijk voor al uw feesten en partijen. Ja, als je iemand nodig hebt, Daan. Daan is your man. En we zijn nu lekker onderweg om te winkelen. En wat te drinken. What else is new? Ja, we zijn alweer dorstig. De, wat is het? 25 klok? 25 klok. Ja. Wacht even, anders ga ik... Ik heb dus laatst een vintage Louis Vuitton portemonneetje gezien en die bleef in mijn hoofd zitten. En hij lag er net nog steeds, dus ik sta nu weer voor de winkel. En als ze zeggen dat je drie keer naar iets gaat kijken, dan wil je het echt heel graag hebben. Dit is de derde keer, dus niemand scheefrecht, dan moet hij maar mee totdat hij nu weg is, maar dat gaan we zo zien. Ik heb hem niet gekocht. Tot op mezelf. Maar we gaan misschien wel terug, al is het voor de knappe jongen die stond hier. Ja, Quint is helemaal weg van de medewerker. Oh, hij was echt heel leuk. Misschien moet ik de medewerker open. Ze zijn hier dunner dan in Nederland. Nou, wel lekker 20 nuggetjes met zure saus, barbecue saus. Lekker milkshakeje. We hebben zo hard gelopen vandaag weer. Oh, en we gaan zo hard zo dansen vanavond. Dat we even een snackje moesten halen. Heerlijk. Bij Trader Joe's. Even lekker wat poepen. Deel ze hier even uit. Oh. We zijn even bij Target om wat snackjes te halen voor vanavond of voor morgenochtend. Of voor wanneer we terugkomen van het feest. Je zit zelf een Starbucks hier. Ja. En ik ben jaloers op Quinn's Target, want hij is groter dan mijn Target. Deze is van mij. Het is haar Target. En ik heb ook een Target. Ik heb wel een beetje het gevoel als Sil bij mij op bezoek is. Als ze helemaal vliegtuig heeft genomen om bij mij op bezoek te komen. Nu ze in Brooklyn is, aan de andere kant van het water. Ja. Hoe voelt het echt nou? Voor mij alsof ik op uitstapje ben. Brooklyn baby. Nou, Brooklyn baby. Het gaat niet zo heel goed. Moet ik het doen? Nee, ik wil het ook kunnen. Ik wil ook fancy genoeg zijn om de kurk open te maken. Kurk open te maken. Zou het aan mij liggen of aan de kurk? Volgens mij ga je ook de verkeerde kant op. Niet. Oh. Zo dom ben ik ook weer niet. Doe jij maar. Nou, het is wel duidelijk wie vaker wijn drinkt. Welkom bij mijn kamer, by the way. Willen jullie echt mijn kamer zien? Want we zijn natuurlijk allemaal fans van Sil, maar ondertussen ben ik al zo vaak in de vlog gekomen. Dat jullie natuurlijk ook wel benieuwd zijn naar mijn kamer. Ik woon dus in Brooklyn. Tussen Williamsburg en Downtown Dumbo, zeg maar in. En dit is mijn kamer. Kijk nou wat leuk. Dit is een beetje een troepie. Maar dit is mijn kamer. En de Sil komt dus vanavond bij mij sleepoveren. Nou, we zijn even lekker aan het make-uppen. Een echt Abba-loekje. Met steentjes. Dus deze mevrouw even aan het voorbereiden. Het is zaterdagavond en wij zijn onderweg naar Gimme Gimme Disco. Gimme Gimme Disco tonight! We hebben allebei glitters aan. Echt? Dus laat even je glitterbroek zien. Ik heb ook een glitterjurk gescoord vandaag. We hebben allebei een glitter make-upje. Dankzij Quint. En de lippen allebei... zijn dankzij Sil. Ja. Mooi even liplijnetje, lipklosje. En we hebben allebei krulletjes. Weet je, het is de best of both worlds vandaag. Dat is echt zo. En met een beetje geluk kunnen wij over een half uur de longen uit ons lijf schreeuwen bij Abba.
gaan we vanuit. Dat hoop ik heel erg. Dus we zijn heel excited, maar we hopen dat het excitement wel vervuld wordt. LPR, this is Kimmy! Kimmy Disco! You know what it is, let's go! We hebben zo'n leuke avond gehad. Dat was zo leuk. We hebben gelachen. We hebben gedanst. We hebben gehuild. Het was geweldig. Het was zo leuk. We gaan weer binnenkort naar Kimmy Kimmy Disco. Dat was echt zo leuk. Dat was echt heel leuk. Begrijpen niet zou willen dat het nog de hele dag zou duren. Dat het gewoon een eendagsfeest was. Maar we gaan sowieso nog terug. En we gaan nu lekker slapen. En we zien jullie morgen weer. En we hebben het zo leuk gehad. Jullie begrijpen morgen nemen we jullie mee op pad. Guess who's back? It's me! Want Sil en ik kunnen natuurlijk nog geen 24 uur zonder elkaar. Dus ik ben lekker even aan het eten bij Sil, want ze heeft voor mij gekookt. Kijk nou, wat een parel! En dan heb ik het natuurlijk over Sil en niet over het eten. Ik heb gekookt. Ja. Ik geloof het. Even te wachten tot ik aan de beurt ben. Ik heb even lekker koffie gedaan. En echt super mooi salon. Nou, ik zit nu dus in de verf. En nu even wachten tot de show uitkwam. Ik ben weer lekker op Manhattan en ik ben nu alvast in de buurt van de universiteit, want ik heb vanavond weer les. Dus ik ga nu even een pizzapuntje halen en dan zo nog even wat werk doen. En dan heb ik over 2 uur mijn les weer op voor hem. En ik weet niet, het is wel wat donkerder dan normaal, maar daar baal ik wel een beetje van. Maar een keertje wassen en dan is het wel weer goed, denk ik. Ik heb even lekker pizza gehaald, 2 slices voor $2. Het is 8:55 en ik loop nu naar de metro vanuit de universiteit. Ik heb net weer designvak gehad en ik vond het deze week eigenlijk wel prima. Het viel wel mee. Ik ben inmiddels ook een beetje wat meer bij met al mijn projecten en deadlines. Dus dat helpt denk ik ook wel wat mee. En dan zometeen weer achter mijn laptop. Want ik moet eigenlijk nu al mijn werk doen voor deze week en voor volgende week. Want donderdag komt Priscilla en die is hier tot en met dinsdag. Dus dan heb ik eigenlijk geen tijd voor huiswerk en dingen. En ik moet morgen ook werken nog. En donderdag ook. Dus eigenlijk echt even nu hard doorblokken met alles wat ik moet doen aan deadlines. En dan vanaf donderdag weer allemaal leuke dingen. Dus ja, zin in het weekend. Het is woensdagochtend en ik ben uiteraard met koffie onderweg naar de universiteit voor mijn History of Women's magazine class. En voor heb ik deze week echt nog niet heel veel geklopt, maar ik denk dat het komt omdat ik gewoon heel druk bezig ben met werk en met deadlines voor de uni. Dus eigenlijk alleen maar achter mijn laptop zit. Maar ik zal jullie proberen vandaag wat meer mee te nemen. Wij zitten eventjes binnen bij Joe's Coffee te werken aan wat huiswerk, wat dingen te doen en dan straks weer les. Ik heb boodschappen gedaan en een broodje kebab gehaald voor avondeten en nu onderweg naar huis om weer huiswerk te maken en te leren. Het is donderdag vandaag en ik ben onderweg om even koffie te gaan drinken en een rondje door Central Park te lopen. Voordat ik zo meteen ga werken en nog even wat aan school ga doen. En dan vanmiddag les en daarna is Chris hier. Dus helemaal zin in moet ik zeggen. Ik heb even mezelf omgekleed en mijn haar gekruld zoals je kunt zien. En ik ben nu onderweg naar mijn les. En wat ik dus altijd doe met mijn koffieabonnement is dat ik mijn koffie van tevoren bestel. En dan kan je een tijdstip kiezen. En dan staat die eigenlijk altijd klaar om te pakken. Dus koffie ophalen en dan naar de uni. Ik ben klaar met mijn les. Ik heb super veel honger. Dus ik heb even een goed op gehaald. En nu onderweg naar huis. Hi, hey! Hi, zo leuk!
kijken op Times Square. En we gaan zo meteen eten bij Applebee's. En er is dus de allereerste keer in New York. Wat vind je ervan? Het is echt amazing. Zo leuk. En zo lekker eten. Zo gezellig. Eindelijk in New York. Wij zitten bij Applebee's. Lekker met grote drankjes. En met boneless wings. Oh, ik heb zo'n honger. Me too. Wij zijn bij Krusty Kreme. En we hebben Krusty Kreme hoesjes. En donuts. Uiteraard hebben we donuts. En ze zijn nog een beetje warm. Als ze warm zijn, zijn ze het allerlekkerst. Dus als je hier bent, zorg dat je warme donuts hebt. Best thing ever. Om te later kan de $1 Coke, Times Square. Wat wil je nog meer? Je eerste avond in New York. Donuts gehad, Applebee's gehad, meteen even bij de McDonald's geweest uiteraard. Sephora gezien, Forever 21 gezien. Ik kom wel gelijk terecht in een warm bad. Overladen met junkfood en lekkere cola. Full experience. We zijn dus even bij GoPuff. En dit is dus zo'n soort van dog store. Net zoals dat je in Nederland Gorilla's en Flink hebt. Maar het voelt voor mijn gevoel altijd echt een beetje alsof ik hier niet mag zijn ofzo. Omdat het echt gewoon lijkt op een magazijn. En mensen hier ook gewoon dingen aan het verzamelen zijn voor bezorging. Ik weet niet, het geeft een beetje een rare vibes. Ze hebben dus kennelijk ook Dutch caramel en vanilla waffle. A.k.a. stroopwafel. Stroopwafel. Het is vrijdag en het is de allereerste volledige dag in New York. En we lopen nu lekker op Madison Avenue. Ik moet even een t-shirtje ophalen bij iemand. Een klasgenootje die gaat de marathon lopen. Dus zij heeft voor allemaal mensen die komen kijken voor haar shirtjes gemaakt. En voor mij ook eentje. Dus die gaan we even ophalen. En daarna koffie drinken. Uiteraard nog geen koffie gehad vandaag. Dus dat moet ook gebeuren. En daarna lekker winkelen. Oh my god. Stad ontdekken. Yeah. Ik ben nog steeds zo impressed door alles. Ik ben... Jongens, echt iedereen is zich aan het klaarmaken voor Halloween. De hele straat. Alles Halloween is. Wij zitten bij Ralph's om even koffie te drinken en een taartje te eten. Moest uiteraard Pris ook even Ralph's laten zien, mijn favoriete tent. Wij hebben hier een reservering gemaakt voor een Halloween high tea. Ziet er wel leuk uit. Ik ben benieuwd. Nou, dit is het. Wij zitten dus bij Lily's. Ziet er echt super leuk uit. Helemaal Halloweenig. En we hebben lekker tea, macarons, scones, gebakjes en broodjes. We hebben lekker high tea gedaan. En we lopen nu over Times Square. Onderweg naar een feestwinkel. Want maandag is dus Halloween. En we hebben nog steeds geen outfit. Vandaag vrijdag. Dus we zijn nog steeds aan het bedenken wat we eigenlijk willen. En we hopen dus in een feestwinkel of iets te vinden. Of in ieder geval inspiratie op te doen voor een kostuum. En daarna is het weer tijd om naar Bobo te gaan. Het is vrijdag, dus dat betekent oesterdag. Oester contest. We zijn dus bij Bryant Park, want de kerstmarkt is sinds gisteren open gegaan. En ik heb net bij Pamela Parksy, ik heb dit dus al gezien laatst bij Chelsea Market, een tote bag gekocht. En hij schreeuwt gewoon mijn naam. En ik ben er nu al helemaal obsessief mee. Echt heel cute. We dachten, we gaan dus even naar Party City om te kijken voor een Halloween kostuum of voor wat ze hebben inspiratie op te doen. Party City is een soort van feestwinkel. Maar we komen hier dus. Er is zo'n lange rij. Het is dus bij dat bord daar. Dit is gewoon helemaal een rij. Ja, was ook te verwachten dat wij natuurlijk niet de enige zijn die het weekend van Halloween zelf een kostuum gaan kopen. Maar dit duurt denk ik echt oprecht 20, 30 minuten. Wel met uitjes op de Empire wachten. Maar daar hebben wij geen zin in en geen tijd voor. Dus ja, poging mislukt. We hebben dus even gewacht en toch naar binnen gegaan. Het was 10 minuutjes, dus viel al mee, maar alles is zo leeg. Oh, je moet gewoon kapot. Ja, ze hadden dus dit masker, wat we heel leuk vinden. Even kijken, ze hebben ook echt één bende. Ze hebben dus dit beurtmasker. Maar het kost $60. Dat is een joke. Oh, maar het is... Cara, waar zijn we? Bij Bobo!
Bar & Garden. Vrijdagavond, oestertijd. 1400, ja. Ja. Ze kijken hier volgens mij naar. Wij zitten lekker bij de band. En het uitzicht. Op de Empire. Heel chill, ja. We zitten even lekker bij Artichoke. We zitten eten. Weer een stukje goud, een stukje heem op je bord. Nu snap ik ook wel dat één hele pizza ook wel. Ja, gigantisch. 30 euro kost ook, ja. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Mocht je ooit in New York zijn, it's the shit. Artichoke. Pizza. Ja, ik moet helemaal bijna wegduiken over mijn zo van zo'n pizza. Ja, echt heel chill. We hebben even lekker pizza gegeten. En we zijn nu onderweg naar de bioscoop. Want maandag is Halloween, dus we dachten dat het wel leuk zou zijn om even een horrorfilm te gaan kijken in de bioscoop. Dus dat gaan we nu doen. We hoorden al dat hij goed was. Nou, zo eng was dat we eigenlijk naar kijken. We zijn dus bij de Pios. Film was echt ruk. Maar je hebt hier dus zulke chille stoelen met zo'n tafeltje. En je kan dus de leuning naar achter en het voetending omhoog. En in alle stoelen zit dus ook verwarming. Het is echt top. Maar de film was wel ruk. Hij heet Smaal. Het was een horrorfilm. Niet spannend. Vrij weinig aan. Maar ja, in huis. Het is vandaag zaterdag en dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken weer. Vergeet deze video niet te liken en vergeet jezelf niet te abonneren. En hopelijk weer tot volgende week. Doei!